altijd een geworstel met die kinderstoelen. Kennen papa's en mama's dit? Doe even een duimpje omhoog als je dit herkent. Nou, Luxie voor de eerste keer door de was gaat met papa en mama. Oh, ja. Dat is mooi, liefie. Ze kijkt de oogjes uit. Deze nieuwe vlog. Wij zijn de Benninga's familievloggers. En vandaag is de dag voor ons in de vlog dat onze grote Benninga fanshow vlog online is gekomen. En die zijn we hier even aan het kijken. Kijk, Luxie, Leon en Lucilla. Alle drie aan het ontbijtje. Goedemorgen, schatje. En daar zit het vlogje aan. Leuke jongens, hé. Missen we dat wel een beetje? Ja, hè. Dat was wel heel leuk, hè. We hebben zoveel lieve kindjes gezien. Gingen we langs ons leven zingen. Er was iemand jarig in de zaal, hè. En wij. Ja, ging je allemaal langs in zijn leven zingen. Vandaag gaan Luan en Lucilla naar het kinderdagverblijf en naar school. Nee, ik niet. Kinderdagverblijf, hoe heet dat? Nee, Luan niet. Luan gaat naar school. En Luan gaat vandaag trakteren. Met applaus ook een goede morgen. Maar ik was wel even gauw het aankleden en lekker ontbijten. En wel heel leuk terug te zien, hè. Papa heeft even op de laptop gezet. Kijk, hier zijn papa en mama backstage. Met de Benninga Fanshow. Dat is precies 10 dagen geleden alweer. Ja, wat onze trouwfilm. Kijk in onze fans op visite. Luan mag vandaag tracteuren. Dat is gisteren gemaakt. Wow. Veel plezier met tracteren. En die lekkere cakejes. En die lekkere. Wat er bovenop zit. Dat is voor de juffen en meester. Veel plezier, jongen. Papa rijdt Luan en Lucilla naar school. Mama, dikke kus. Ga ik doen. Tas en de tractaties mee. En de auto in. Dag Luxie, eet jij er even wat mama door? Ja, lekker maar. Nu kunnen we even de fanshow verder kijken. Tot zo! En daar is Luan met zijn tractatie. Zo, nou, op naar de auto, hè. Ja, dat is wel zwaar, of niet? Gaan we. Oké. Kan je het hekje voor me openmaken? Gaan we tussen het bosje door. Ja. Voor deze ene keer. Grote jongen, hè. 6 jaar. En dan gaat Lucilla mee de auto in, op naar school. Waar is de piano? Waar is de piano? Waar is de piano? Hier. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. Oh, dat is een slaapliedje. Schatje. Je bent een lekker bloemetje vandaag. Je bent een lekker bloemetje. En ze heeft vandaag haar eerste spijkerbroekje aan. Kijk eens hoe schattig spijkerbroekje jij aan hebt. Luxie, heb je een mooi spijkerbroekje aan? Heb je een mooi spijkerbroekje aan? Ja. Schatje. Ach, kereltje. Woezel is een natte hond. Woezel is een beetje nat van het gras. Woezel is nat van het gras. Herkennen papa en mama dat? Natte hond? Natte hond. Pip ligt lekker in de king size bench. Pipje, lig je lekker hier even op te drogen. Het gras was een beetje nat vanochtend, hè? Ja, het is een beetje dauw op het gras. Ja, maar dat vinden jullie wel lekker. Alleen nou stinken jullie hier een beetje. De natte hond. Een natte hond, schatje. Zullen we eens kijken of we iets lekkers voor jullie hebben? Want hier, dit is het hondensnoepkastje. En dan zoals jullie zien, hebben ze echt ontzettend veel snoepjes voor jullie gekregen van de fanmail. Dus even kijken of we wat lekkers lusten. Kijk, schatje. Wil je die? Wil je die? Pak hem maar. Pak maar. Pip moet altijd even snuffelen en dan pas pakt ze hem. Goed, zo. Oh, dan gaat ze een plekje zoeken. Woezel. Nee, Woezel, die is van je zusje. Dat is lekker, een kereltje. Ja, zeg maar woef woef, dankjewel fans, voor het lekkere krabbeltje. We vinden het heel lekker. Oh ja, we vinden het heel lekker. Schatje. En dit is trouwens de opblaas, als jullie denken wat ligt daar nou, een opblaasstoel. Dat hebben ze ook gisteren in de fanmail opengemaakt en die wilden ze meteen opblazen. En hier liggen ze in de chillen. Maar die is eigenlijk voor het zwembad, maar die kunnen we wel meenemen. Want we gaan morgen, gaan we weer naar het... zwembad. Maar dat is morgen. Gaat ze B zwemmen? Ja, Luan gaat op voor B.
Dan kunnen we deze wel meenemen, kunnen we daarin spelen. Ik zal erin kijken hoe dat zij ermee kan. Ja. Luxie, waar ben je nou aan het doen? Ze lag net op dat kleed zoals jullie zagen. En ze is helemaal hierheen geschoven. Ze kan nog niet kruipen, maar ze is aan het schuiven. Ze duwt zichzelf naar achter. En dan duwt ze zich zo helemaal hierheen. Hé, hey, ben je op onderzoek uit? Ben je op onderzoek uit? Wat goed voor jou. Lekker voor. Nu zit je vast met je beentjes. Ja. Dan moet je weer naar voren. Doen ze toch tegen, hè? Ja. Ja, zoiets ja. Het lijkt nog niet echt ergens op, maar... Kom maar, gaan we even iets naar voren. Zo. Zo. Zo, nou kan je weer verder. Je lag even vast, hè. Kijk, en als ze duwt met de handjes, duwt ze zichzelf zo naar achter. Even uitrusten. Laat maar eens zien, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Gaan we naar achter. In de achteruit. Ze is even op onderzoek, maar ze wordt er wel een beetje moe van, zie je dat? Dan kan je zo weer een heerlijk slaapje doen. Woezel? Goed hè? Hey. Goed hè jongens, van Luxie. Wij gaan zo de auto wassen. Het is echt één grote zooi in onze auto. Voor degenen die onze auto wel eens in een zooi hebben gezien, het is misschien nog wel erger. Dus we nemen zo Luxie lekker mee. Kan zij lekker een trucje doen in de auto? Gaan we de auto poetsen? En dan gaan papa en mama even rustig de auto poetsen. Nu Luana en Lucella op school in het kinderdagverblijf zijn, hebben we even de handen vrij, zeg maar. Dus die gaan we echt even poetsen en schoonmaken. En dat het allemaal weer fris is. Ja, dat het allemaal weer fris is. En als een heerlijk ochtendje samen binnen. Veel e-mails en telefoontjes. En te hebben geëvalueerd met ons twee. Gaan we nu lekker naar buiten. Ons autootje poetsen. En ik moet zeggen, het is mooi weer. Voor jullie ogen even kijken. De auto ziet er nu zo uit. Overal. Kruimeltjes, kriegeltjes. En natuurlijk heeft ook weer heel veel kilometers gereden. Dat de auto ook echt weer even een schoonmaakbeurtje verdient. Kijk, dit gaan we allemaal stofzuigen. Poetsen. Luxiaarstoel. En? Kijk. Luan en Lucilla. Hun domeintje in de bioscoopauto. Maar dat kennen papa en mama dat wel. Kijk, hier tussen die stoelen zitten nog allemaal oude zakjes met drinken. Dus auto, we gaan jou eens even helemaal lekker een goede najaarschoonmaakbeurt geven. Oké, zo is de auto nu. Kijk, de velgen die zijn wel heel erg vies, maar kijk. Dat zit eronder. Dus dat wordt wel een meter mijn fout. Nou, vieze auto, we gaan jou eens even lekker wassen. Kom met mijn meisjes aan. Nou! Gaan wij de vieze auto weer eens even helemaal nieuw maken. Ik heb ze het net allemaal laten zien. Ja? Zo'n vies smoezelig gevoel. Heb je het laten zien? Ja, dat bankje van Luna Silla heb ik laten zien. Ja, ja. Dus wij gaan even lekker auto poetsen. Is goed voor de relatie, mama. Is dat zo? Autopoets staat. En we zitten in de auto. Luxie die zit hier naast me. En dit leuke speeldingetje hebben we ook van jullie gekregen. Ik heb dat even zo een beetje opgehangen. Dan kan ze daar naar kijken. Dat is leuk, hè, Luxie. Ja. En we gaan op naar de car wash. Ondertussen heb ik lekker deze zak snoep meegenomen wat we van jullie hebben gekregen. Het zijn heerlijke dropjes. Papa, lust je er ook een? Kijk eens, van de fans. Oh, het zijn er wel wat meer. Het zijn samoyak snoepjes volgens mij. Dankjewel, lieve. Heel erg lekker. Lekker. Dankjewel. Even de auto komen wassen. Doe maar de basis. Daar gaan we. Wat is dat? Oeh, spannend. Oh, ik zie. Die meneer doet allemaal zeepsel op. Allemaal shampoo op de auto. Wat is dat dan? Wat is
dat? Waar is dat? Kijk eens uit het raam. Oh, wat een shampoo. Dat is wel ook in bed gaan. Kom op nou. Lekkere shampoo. En dan straks lekker conditioner. En dan gaan we lekker borstelen. Niet schrikken. Niet de raam open doen, hè? Nee, die ogen hebben we niks. Door de wasstraat met papa en mama. Ja. Dat is mooi, Livie. Ze kijkt de oogjes uit. Nou, en dan staan we in de volgende wasstraat. Zie je het? Ja, nou worden we weer door de kijk eens, borstel. Wat komt daar aan? Nou, borstel. Luxie, kijk eens. Wat is dat? Daar komen de zijborstels aan. Tjubi tjubi mooi. Zo. De auto is bestaan. Stuur de Luxie? Nee, ze stuurt hem naar mama, zie je? Oh ja. Wat stuurt een wijsje? Ja. Oeh, links gaat hij omhoog. Nee, ik ras op de motorkap. Oeh, mama. Dan gaat hij omhoog voor Luxie. Luxie's eerste ervaring door de wasstraat. Ik keek met grote ogen wat er allemaal gebeurde. En dan gaan we nog even naar, hier is zo'n plaats waar je zeg maar allemaal hele grote stofzuigers hebt. En dan kun je auto stofzuigen en de matten uitkloppen en alles even poetsen. En dan is die van zowel buiten schoon als van binnen schoon. En dan kunnen we weer even tegenaan. Mama even lekker Luxie te drinken geeft. Luxie, bedankt voor het goed sturen. Ga maar lekker slapen. Gaan wij eens even kijken. Ik ben altijd benieuwd. Als je dan ooit je auto komt. Hoe is die nu van buiten geworden? En jullie hebben net thuis gezien hoe vies die was. Maar... tadaa! Zo is die nu van buiten. Ja, dat is wel heel mooi. Moet je kijken naar die velg, hè, wat ik jullie net liet zien. Kijk, hallo velg. Die ziet er weer helemaal nieuw uit. Maar nu komt het leukste klusje. Het stofzuigen. Zo, lekker gedronken. Dan ga jij er even in slaap wandelen. Dan begin ik vast met de eerste mat uit te kloppen. Maar kijk eens, laat je velgen. Mooi, hè? Nou, Luxie, ga maar lekker dromen. Wij gaan stofzuigen poetsen. En matten kloppen. En de kinderstoeltjes uitzuigen. En als je dan wakker wordt, is de auto weer schoon.
altijd, nou komt altijd het leuke moment onder de kinderstoel, met name onder de kinderstoel van Lucilla. Kijk, ik heb die van Luan al weggehaald. Het valt op zich nog mee. Maar nu moeten we even die van Lucilla weghalen. Ja, even onder de stoelen. Deze ook van Luxie. Want daar is altijd het leukste verstopt. Nou. Luxie zal er mee van. Luxie valt nog. Nou. Wat is Luxie? Luxie's broodkorstjes. Kruimelkontje nummer 1. Oh, dat valt mee. Een pakje drinken hier. Een leeg pakje drinken. Dat doen we ook in de rullenbak. Die waren we kwijt. Dit is de grond van de kinderen. Ja, net heb ik niet gevoeld, maar heb ik volgens mij ook euromuntstukken opgezogen. Oh, dus nou ja. Dus ik moet eerst maar even voelen. Ja, nou, maar hieronder, mooie... kijk. Daar, oh. Dat is echt een heel vies stukje. Nou, dit is echt een typisch papa klusje. Ik zou niet weten hoe die stoelen los moeten. Altijd een geworstel met die kinderstoelen. Kennen papa's en mama's dit? Doe even een duimpje omhoog als je dit herkent. Waar heb ik hem? Volgens mij heeft hij hem. Of niet helemaal. Ik heb wel een operatie, hè? Ja. Deze is erg moeilijk. Hier. Armbandje. Oh. Nee, je moet er echt afdaan. Ja, weet ik zo. Vorig jaar heb je hem er ook afgekregen. Achter eerst zitten pinnetjes. Eerst even de achter. Denk ik, ja. En ik weet niet hoe ze het doet, maar dit haal ik uit haar stoel hier. Dat zat hier in het gaatje. Haal ik dit allemaal uit. Geen idee hoe ze het doet, maar goed. Yes. Oh. Zit deze weer vast. Ja. Oké, mama. Een paar uur later. De rug nat van het zweten komt hier. Nou. Kijk, en dan is het voornamelijk hier. Hier tussenin allemaal. Geen idee wat hier allemaal tussen zit. Een snoeptomaatje, een poppetje. En een plakje salami. Hoe doet ze dat echt? Ja. Nou, ja, dit is hoe papa de dingen schoonmaakt. Even kijken. Oh, dit is echt vies. En een ringetje. Oh, kijk, dit was een ringetje. Die was ze nog kwijt. Gek verdemmen. Nou ja. Kinderen, hè? Kinderen. We hebben even een uitdaging. Deze stofzuigerslangen hebben bijna geen kracht. Dus we rijden toch maar even bij de voorkant, want die zijn wel hard. Verhuisd. Voel eens, mama. Is deze wel hard? Kijk. Dat gaat een stuk sneller. Deze ook. Daar gaan we. We beginnen met de Luan en Lucilla achterbank, mama. Ja. Heel vies, hè? Heel vies. Kijk maar. En ook de tussen, hè? Oh. Ja. Nou, we hebben gelukkig de tijd. Kinderen zijn gelukkig lang niet vrij van schooltje, mama. Wij gaan poetsen. Kijk, in de hele matten. Dit is een hele grote. Die heb ik helemaal uitgehaald. En die heb ik hier maar even neergelegd. En die gaan we hier helemaal schoonstofzuigen, inclusief de stoeltjes. En Luxie slaapt lekker in haar kinderwagen. Oeh, wat een vondje. Oh. Nou, we hebben straks echt weer een spik en span gevoel, mama. Ja. In een showroom schone auto. Ja. Zelfs het dashboard is echt super, super ranzig. Maar dan moet je natuurlijk allemaal even schoonpoetsen, hè. En hier ook alles schoonpoetsen. Alles weer glimmend en mooi. Knopjes. Die. En ook natuurlijk. Oh, natuurlijk het stuur moet mooi schoon. Zo, en dan hebben we nog wat doekjes voor achter. Want achter is het ook vies en plakkerig. Met name bij de plekken van de kinderen. Dit is een droge doek. En dit is een natte doek. Gaan we ook even bij de kinderen poetsen. Een natte en een droge doek. Kijk eens, schat. Volgens mij zijn we klaar. En we hebben nog wat gekregen omdat hier altijd komen voor in de spiegel. We ruiken. Even vangen. Lekker parfumetje. Ja, doe ik aan de spiegel. Ja. Dan ruikt de auto altijd weer lekker.
Oh, lekker rustig hoor. Echt weer een schoon auto. Kijk, vijf, het hele dashboard gepoetst. Wauw. En het spiegeltje. En een lekker parfummetje. En een half uurtje later is ons Luxie weer wakker. Hallo, schat. Ze zitten weer in. Welkom in de schone auto. Alles is weer ingebouwd. Ja, ja, Luxie stoeltje is weer ingebouwd. Kijk, Lucilla stoeltje is weer helemaal veilig ingebouwd. En die van Luan. En weer helemaal gepoetst. Lekkere beentjes. Nou, mama. Toppie. Toppie. Met een schone auto terug naar huis. En nu weer de auto kreumelvrij is. Zeg maar, liefste, wil jij een kreumelkoekje? Nou, het gaat weer, schat. Ik zei net, van wanneer was de laatste keer dat we de auto hebben gepoetst? Volgens mij met een Vita Award. Dat is een half jaar geleden. Wij zijn heel eerlijk niet echt zulke autopoetsers. De auto's... Maar dat komt ook door de kinderen. Ik bedoel, na één keer dan komen de krammeltjes weer. Maar één keer in de zoveel tijd moet je het wel goed bijhouden. Ja, en vader en ik zijn allebei zo, de auto brengt ons op goede plekken. Waar we anders niet bij aangekomen. En daar is de auto toch voor. Hè? Nou, powerreep erin en naar huis toe. Daar staat weer onze schone auto. En we lekker in het voortuintje. Gaan we lekker buiten zitten. Dus nog lekker weer. Ja. Heerlijk. Gaan we hier eventjes een kopje thee drinken. Is lekker, hè? Bananenvrouw. Lekker boe, 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 boe. Bananenvrouw. Nou, wel een heel warm welkom. Van onze pupjes. Hallo, Muslim Pip. Hallo vriendjes, komen jullie lekker in het voortuintje? Komen jullie lekker ook in het voortuintje? Ja, bij de meisjes. Geniet er maar. Geniet er maar, Boske. Lekker nog eventjes, hè, op het grasje. Met je tennisbal die je hebt gekregen van de fans. Ik denk dat ik in de zwembroek ga liggen, mama. Kan nog even. Voordat ik met mijn bruine lichaam de wind erin ga. Dat gaat iets te ver. Oké. En daar is mevrouw Spin. Hallo mevrouw Spin. Brrr, wat een grote. Maar heb je gezien hoe groot die is? Ja, die is heel groot. Die heeft nu al gevangen. Nee, die is er zelf ingekropen. Alleen die spin zit er al dagen in. Die kan er niet meer uit. Het is een nieuw huisje. Leeft hij nog of niet? Dat weet ik niet. Ik ga hem niet pakken. Luxie heet een banaantje. Inmiddels een bananenvrouw. Bananenvrouw. Boep, 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 boep. Bananenvrouw. Hoezo, wat ruik je allemaal, jongen? Niet gaaf, hè? Ja, dat is toch wel heel stout. Kijk. Wat hebben Woezel en Pip gisteren gedaan? Woezel? Wat heb je met Pip gedaan? Gaten gegraven in papa's grasmat. Oh, Woeske, dat mag toch niet met Pippen? Stoute hondjes, mama. Weer twee gaten in de grasmat. Nu niks aan. De stoute hondjes, Alexie. Moet daar het nieuwe jaar ook met tegeltjes in liggen. Wij gaan nog even chillen. En dan halen we nu allemaal wel hier met Lucilla van school. Dat was weer een lekker dagje zo met ons drie. Wie is er weer thuis, puppies? Wie heeft papa weer opgehaald? Luan! Met zijn laatste tractaties! Lekker hè? Nou, clubje is weer compleet. Mag ik eens proeven, Luan? Mag ik eens tractaties proeven van jou? Mam, sommige zijn een beetje plakkerig. Oh, van de snoep. Dat vind ik niet zo erg. Mam. Niet goed. Oh, jawel hoor. Oh, nee, papa. Maar die. Deze? Aha. En wat heb je voor mooie kaart gekregen, Luan? Kijk eens. Vertel eens, hoe heb je die gekregen van alle juffen en meesters? Nee, die heb ik zelf gemaakt, die kalender. Een hele mooie muts, jongen. Hij heeft een setje aan van hem. En een Leuk. Die heeft ze aan en de oortjes heeft ze ook. En de oortjes. Nou, weer lekker thuis. Ga maar lekker relaxen. Duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren en op het belletje klikken. En tot morgen. Morgen gaan we weer naar zwemles toe. Zwemles. Doe je voorzichtig, Lucilla. Lucilla is aan het klimmen. Zeg maar tot morgen. Tot morgen.